dat het ook wel weer. Als je ooit een training hebt gevolgd bij ons, dan herken je waarschijnlijk dit patroon wel. 9 kruisjes en de opdracht van mij of een collega-trainer om een patroon te tekenen met 4 rechte lijnen. Wij noemen dat de luisteroefening. En we gebruiken die oefening om mensen bewust te maken van het feit dat we vaak helemaal niet goed luisteren naar de persoon met wie we aan het praten zijn. Ik geef je straks een opdracht en in je hoofd ben je vaak al bezig om de puzzel op te lossen in plaats van dat je werkelijk luistert naar wat de opdracht is. Ik zal de opdracht nog even heel goed herhalen, misschien dat je hem herkent. Doorkruis alle 9 kruisjes met 4 rechte lijnen zonder je pen van het papier te halen en zonder terug te gaan over een lijn die je eerder hebt getrokken. Vaak gebruiken we deze oefening ook als een manier om buiten de kaders te denken. Als je probeert om binnen dit vierkant te blijven, gaat je met 4 rechte lijnen het niet lukken om de puzzel op te lossen. Denk je dat je hem weet? Ik ga nu de oplossing geven, dus als je nog wil oefenen, dan moet je het filmpje even stilzetten. Als je met 4 rechte lijnen deze puzzel wilt oplossen, doe je dat als volgt. Je begint onderaan, je trekt een rechte lijn naar boven en aan deze kant gaan we uit het kader en zo weer terug. En nu heb je de oplossing. Ik daag je uit om je collega's of je vrienden ook deze puzzel te laten maken. Veel plezier en veel succes daarmee.